Wat eet jij nou? Nou, ik eet een oliebol. Lekker oliebol. Eet jij een oliebol? Waarom eet jij een oliebol? Nou, we kunnen oliebol eten nu, toch? Het is oud en nieuw. Oud en nieuw? Maar oud en nieuw kan toch helemaal niet? Het is oud of het is nieuw? Ja, maar zeg met oud en nieuw, dat is als het oudjaarsavond is, het laatste dag van het jaar. En het eerste dag van het nieuwe jaar, dat noem je oud en nieuw. Oh, en eet je dan oliebollen? Ja, dan denkt het kind, eten jullie dan ook oliebollen? Ja, lekker hè, oliebollen eten. Hoe worden die dan gemaakt? Nou, dat is een goede vraag. Zullen we dat eens even gaan kijken dan? Ja, dat lijkt me wel weer interessant. Jullie ook niet? Gaan jullie ook lekker oliebol eten bij oud en nieuw? Vind het toch raar, hoor. Het is oud of nieuw en dat kan niet allebei. Nee, maar zo noem je dat nou eenmaal. Oké, dan gaan we kijken bij de bakker. Dus jij denkt dat in deze bakkerij oliebollen zijn? Ja, dat denk ik. Dan zouden ze oliebollen bakken in deze bakkerij. Ja, dat denk ik wel. Daar is de mevrouw, denk ik, van de oliebollenbakkerij. Goeiedag. Goeiedag, Aal. Ja, hallo. Goeiedag. Wat leuk dat je er bent. Kunt u ons uitleggen? Wij hebben net een oliebol gegeten, maar hoe worden de oliebollen nou gebakken? Ja, die worden gebakken met meel en water, rozijntjes, appels. Wij zijn wel een beetje heel erg nieuwsgierig, hè? De wijsneuzen kijken mee en willen weten hoe het een beetje gaat, die oliebollenbakkerij. Nou, je mag wel eventjes achterkijken waar we de oliebollenbakken hebben staan. Gaan we daar kijken? Ga je mee? Gaan we naar de bakkerij van de oliebollenbakken? Nou, kom verder. Leuk hoor. U gaat ons uitleggen hoe het werkt met oliebollenbakken en dat begint hier dan? Ja, we gaan hier zo meteen meel in doen en dan water erbij. Meel en water. Ja. Het lijkt wel gewoon brood bakken. Ja, dat kan, maar dit is andere mix is dit. Omdat het ander mix is, wordt het ook niet brood, maar oliebollen. Ja, dat klopt. Ja. Ga maar kijken, dat is leuk. Ja, ga maar kijken. Ja, mag ik op een knop drukken? Zometeen, nog niet. Zometeen mag dat. Ik mag toch niet op de knop drukken? Nee, je mag nu helemaal niks. Hij doet het ook niet nu. Gelukkig maar. Nou, het is een beetje zwaar. U moet wel zwaar werk doen, zie ik, ja. Het is 15 kilo. 15 kilo? En dat kan allemaal in die pan? Dat allemaal in één keer. En hoeveel oliebollen worden dat dan wel niet? Ongeveer 400, denk ik. 400 ja. Oliebollen. Nou gaat er water bij. Gewoon water erbij. Ja, water. Het klinkt best wel eenvoudig, hè? Ja hoor. Zo, en dan gaan we nog even meer water pakken. Moet nog meer water opgehaald worden. En dan emmer 2 water erbij. Ja, nu is genoeg. Mag ik op de knop drukken? Ik wil zo graag de knop drukken. Ja, maar hij gaat eerst naar boven. Nou doet hij het gewoon niet. En dan gaat deze dicht, want anders kan mijn handen ertussen komen. Mijn vleugel. Nee, dat moeten we ook niet hebben, hè? Nee. Dan zetten we die even op 1, want anders dan zitten we onder het meel. En die daarop. En dan moeten we op die knop. Op de groene knop. Mag ik daar drukken? Ik mag op de groene knop drukken. Op de groene. Dat mag. Hebben neus. Doet hij het. Doet hij het. Daar gaat hij. Zie doet je? Het. Dat is leuk. Hij mixt de boel bij elkaar. Ja. En nou is het nog een beetje korrelig. En dan gaat hij zo meteen harder. Dan zet ik hem harder. En dan wordt het een hele gladde massa. En dan kun je daar oliebollen van mooi maken. Ja, maar zijn we nog niet klaar, hè? Want we doen er nog rozijntjes en appeltjes bij. Dan moeten er nog rozijntjes bij en appeltjes. Dan maken we het lekker. En wat kun je er allemaal nog meer in stoppen dan? Je kunt ook gewoon niks doen. Dan is het gewoon alleen maar een neutrale oliebol. Een kale oliebol, zeggen wij. Een kale oliebol. Ja. Of alleen appeltjes, krenten kan. Krenten, ja. Kan er allemaal in. En u maakt er 400. Hoeveel maak jij oliebollen thuis? Toch wel niet 400, denk ik, hè? Thuis maak ik helemaal geen oliebollen. Doe de hele dag hier zo. Dan is het genoeg. Dan wel genoeg oliebollen die gemaakt zijn. Ja, dan zijn het zeker genoeg. Ik denk wel 10.000 deze week. En als het dus klaar is, dan komt het in een andere machine om er weer echt oliebollen van te maken. Ja, dan gaan we het daar in de olie doen. En met de machine. En dat laat ik dan zo meteen zien. Daar ben ik wel weer super benieuwd naar. Nou, spannend hè? Spannend allemaal hoor. Kijk Al, zo is het deeg. Dat komt dan hierin, al dat deeg met die rozijntjes. Leuk hoor. Ja. En dan gaan we zo meteen in de olie doen. Dat mag ik ook zien, hè? Ja, mag je zeker zien.
Oh, dus nou, hier gebeurt het. Ja, hier gebeurt het, Al. Oh, dit is de bakkerij. Oh, wat een mooie bakkerij. En kunt u hier nou oliebollen bakken? Ja, ik ga hier oliebollen bakken. Dat klopt. Ja. Het ruikt hier ook zo lekker, hè, Al? Oh, ik ruik het, ja. De oliebollen ruikt het altijd zo lekker hier in de bakkerij. Ja, bijna altijd. Ja. En hoe gaat het dan? Dit is een apparaat, zie ik hier. Moet ik, hier zit iets in. Ja, dat is hoog, hè? Ja, dat is een beetje smurrie. Ja, dat is lekker deeg. Daar maak ik zo de oliebollen van. Oh, daar maakt u de oliebollen van? Ja. Oh, nou, ik ben heel nieuwsgierig, want dan wil ik wel even meekijken. En de kinderen willen denk ik ook wel even meekijken, hè? Laat ons zien dan hoe dat gaat met dat apparaat. Ja, dat kan. Dan ga ik hem aanzetten en dan komen er 25 keer 2 oliebollen uit. 25 keer 2? Dat zijn de... Even denken, ik weet het wel hoor. Ik ben... 50 oliebollen. 50 oliebollen in één keer. 50 stuks, ja. Goed gerekend, goed gedaan. Ja. Nou, gaan we kijken. Hoe... Ga ik hem aanzetten. Goed, okay, niet schrikken, ja, hè? Nee. Dan komt wel even waar hij plopt een beetje. Hij plopt een beetje. Ja, plop 2. Oh, ik ben er al. Oh, dat gaat snel. Je kan niet bijna houden, hoor. Oh, u moet hem wel bewegen. Ja. Ja, anders komt alles op elkaar. Kijk eens aan. Oh, als ik dat zo zie hier overal, gaat het eruit. En hier plopt het eruit. Ja. Wat een lekkere oliebollen. Zo, hier drijven al die oliebollen in. Oh, en dan komen ze straks natuurlijk ook op een schaal. Ja, dan gaan ze op een schaal. Dan gaan we ze verkopen. Dat vinden alle mensen ze heel erg lekker. Je hebt er wel overal van die lekkere rozijntjes in gedaan, toch? Ja, rozijntjes en appeltjes zitten erin. Oh, het is met appeltjes. Wist jij dat? Nee, ik wist niet dat het met appels was. Oh, dan zijn ze zeker extra lekker. Extra lekker, maar het kan ook zonder rozijntjes en zonder appeltjes. Dan heb je neutrale oliebollen, er zit er niks in. Maar dat vinden wij niet lekker. En waarom bakt u nou zoveel oliebollen vandaag? Ja, om één klant van ons, die moet er heel veel hebben. Ja. En moet dat dan, doet u dat elke dag dan voor die klant baken? Nee, dit is voor vandaag en voor morgen nog een keertje. En ja, dan is het weer genoeg voor die klant en een andere klant volgende week weer. En, oh, dat is zeker omdat het oud en nieuw is, hè, bijna. Ja, met oud en nieuw doen we het altijd elke dag. Oh, dan doet u het elke dag, ja. Zoals vandaag. Nou, en al die oliebollen, die moeten gegeten worden door mensen. Komen die allemaal op? Ik hoop het wel, want anders doe ik het voor niks. Ja, voor niks zou ook jammer zijn. Hè? Nee, ja, hoor, iedereen eet ze lekker op. En waarom eten mensen nou zoveel oliebollen op een dag bij oud en nieuw? Ja, dat weet ik eigenlijk niet, Al. Nee, ik had gehoopt dat jij het wist. Maar ik word wijs door het te vragen. En ik denk, laat ik het bij de bakker vragen dat hij zo druk... Zou u zelf niet een oliebol worden van al die oliebollen bakken? Nou, bijna wel, hè, op 31 december. Maar ik vind ze nog heel erg lekker. U lust ze zelf ook nog steeds. Ja. Oh, dat is wel lekker. Ja, het ruikt ook zo lekker, hè. Het is zo lekker warm hier. Je zou het eigenlijk een keertje moeten komen kijken hier bij de bakkerij. Ja, daarom ben je ook hier, toch? Ja, om de kinderen ook te laten zien. Hè? Ja. Ja, fijn hoor. En als ze dan klaar zijn, komen ze dus in de winkel? Ja, dan komen ze in de winkel of ze gaan meteen naar de klant. Dat kan natuurlijk ook. En zijn er nou ook oliebollen die je bakt en die je bewaart? Nee, wij niet. Wij bakken gewoon vers elke dag. Dus wij bewaren ze niet. Wordt een oliebol dan oud? Of kun je hem wel bewaren een paar weken of dagen? Ja, je kan hem een paar dagen bewaren. Want als je 31 december 's avonds eet, voordat je met oud en nieuw. En dan 1 januari eet ik altijd een oliebol voor ontbijt. Oh ja, maar kun je hem ook nog in de zomer oliebollen eten? Als wij ze bakken, kan je ze eten, tuurlijk, ja. Maar niet die u nu bakt, die kun je dan niet meer eten? Nee, dan moet je ze in de diepvries doen, dat kan wel. Dan kun je ze bewaren en dan heb je voor de zomer ook oliebollen. Want u bakt zeker in de zomer geen oliebollen. Nee, meestal niet, behalve als een klant zegt, ik wil er een aantal hebben. Dan kan het. Ah, dus als jij aan papa en mama vraagt, van ik wil een oliebol in de zomer, dan wil de bakker ze wel bakken. Ja, nou geen 10. Dan moeten er wel meer zijn. Dan moeten er wel 400 zijn of zo. Dan moet je 400 oliebollen eten. Oh, dat zijn er veel. Dat zijn er wel veel. Maar als je dan weer een bedrijf hebt of zo, met allemaal mensen die daar werken, dan is soms 400 of 100 niet zoveel. Dat is natuurlijk ook wel weer leuk, ja. Nou, heel erg bedankt hoor, dat we dit zo even allemaal kunnen zien hierop. Ja, nou, ze zijn al bijna klaar. Oh, heb je ook nog een hele goede wijsheid voor de kinderen hierop? Of een leuke uitdrukking? Nou, doe jezelf een lol en koop een lekkere oliebol. Oh, je bent echt wijs. Je rijmt ook al net als dat ik mijn rijmpjes doe. Ja. Goed zeg. Dank u wel, hoor.
Nou, ik ga ze eruit halen. Ze gaan eruit, ze gaan eruit. Kom meekijken. Oh, en zie je dat? Warm en lekker bruin geworden. Tolle. 50 oliebollen. Goed zeg. Nou, dat vind ik wel heel leuk dat ik dat mocht meekijken deze keer. En de kinderen natuurlijk. Superleuk, hè, om te zien. Ja, dankjewel hoor. Bakker. Graag gedaan. Oh, nou, dat was zeer interessant, hè, daar bij de oliebollenbakker. Ja, we hebben zelfs oliebollen meegekregen. Oh, ga je die allemaal opeten? Dat zou ik maar niet doen als ik jou was. Nou zeg, waarom niet? Nou, oliebollen zijn best wel een beetje olievet, hoor. Oh, nou, maar ik doe het alleen met oud en nieuw. Oh, ja. En ik vind ze wel erg lekker, hoor. En leuk dat ik zag hoe ze gemaakt werden, toch? Oh, ja. En met oud en nieuw eet je dat dus op. Hey, ik heb een hele belangrijke vraag eigenlijk wel. Oh, ja? Wordt het nou altijd weer oud en nieuw? Ja, eigenlijk wel, hè. Het wordt elke keer weer oud en nieuw. Want als het jaar voorbij is, dan is het jaar weer oud en dan wordt het weer een nieuw jaar. Oh. En gaat het nou altijd door? Dus het kan nooit zijn dat het nieuwe keertje niet oud wordt. Dat vind ik wel een hele moeilijke vraag. Dat het nieuwe niet oud wordt. Ja, eigenlijk wordt het nieuwe altijd weer oud. Dan is het dus nieuw, maar niet zo lang. En dan wordt het weer oud. Hè? Net als de oliebollen, hè? Die worden ook oud. Die blijven ook niet nieuw. Nee. Ja, er komt wel een keertje een dag dat het nieuwe niet meer oud zal worden. Tenminste, dat lees ik in de Bijbel. Oh, ja? Zal ik dat voorlezen? Oh, ja, laten we dat gaan lezen. Ja, ik heb het hier voor me liggen. Het heet Een Nieuwe Wereld. Oh, een nieuwe wereld waar het dus niet meer oud wordt. Nee. Kijk, op een dag, dan kom ik terug. Dan breng ik jullie allemaal bij de Heere. Dat had Jezus gezegd tegen zijn discipelen, zijn leerlingen. Dat had hij gezegd. Wanneer dan? Nou, voordat hij naar huis ging, naar de hemel. Dat is een belofte voor al zijn vrienden. Op een dag, op die grote dag, op die nieuwjaarsdag. Een echte nieuwjaarsdag, ja. Maar nu was het al heel lang geleden dat hij dat gezegd had. En Johannes, die zat op een gevangeneiland. Johannes was een van zijn leerlingen, toch? Ja, precies. Narigheid. Komt er dan nooit een einde aan? Waarom komt Jezus nou nooit terug? Zij vonden dat ook al lang duren. Ja, maar de Heere wist wel van hun narigheid. En toen stuurde hij een van zijn engelen naar Johannes toe. Kom met me mee, zei de engel. Dan moet ik je iets laten zien. Hij mocht iets zien en de engel liet hem dat zien. Ja, Johannes kreeg iets moois, iets prachtigs te zien. En dat mocht hij opschrijven voor al zijn vrienden. Dat is ook het laatste hoofdstuk uit de Bijbel. En wat was dat dan? Nou, Johannes die schreef, alles komt goed. De Heere gaat alles weer nieuw maken. Echt nieuw. Ja, echt nieuw. Hij zal het laten zien op een grote dag, de grote nieuwjaarsdag. Dan wordt alles weer nieuw gemaakt. En dan veegt de Heere alle tranen van de ogen af. Niemand zal meer sterven. Niemand heeft nog pijn. Dat is mooi als dat aanbreekt, die nieuwjaarsdag. Ja, nu is het nog steeds oud en nieuw, hè? Maar dan wordt het van altijd nieuw. Geen ziekte, geen pijn meer. Dan kun je altijd oliebollen eten. Nou, dat weet ik niet of je dat kunt doen, maar met oud en nieuw doen we dat nog wel, ja. Hij zag een hele mooie, prachtige stad. De stad van God. Waar het nooit donker is en waar God altijd het licht is. Dan wordt het nooit meer donker. Hoor je dat, jongens? Hoef je nooit meer bang te zijn in het donker. Alhoewel, ik ben nooit bang in het donker, want ik vind het juist fijn in het donker. Ja, dat weet ik. Jij bent ook een uil, hè? Niets wat lelijk is of gemeen kan daar komen. Maar Gods vrienden mogen er in en uit gaan en genieten. En er komt geen einde aan. Het wordt nooit oud. Nee, de Heere zal er wonen zoals heeft Jezus het beloofd. Dat is een hele mooie belofte. Ja, eigenlijk net als toen de wereld begon. Ja, maar dat is oud geworden, hè? Ja, dat is oud geworden. Maar dit zal nooit meer oud worden, zegt de Bijbel. Dat vind ik wel heel erg mooi. Dat staat dus allemaal in de Bijbel als een belofte. Ik heb een wijsheid, denk ik. Mag ik die gaan vertellen? Ja, natuurlijk, wij wachten altijd op jouw wijsheden. Lieve wijsneuzen, moet je horen. Mijn wijsheid, als Jezus komt en je vertrouwt daarop, dan wordt alles nieuw en dan wordt het nooit meer oud. Nee, ik zal hem echt op rijm zetten. Wacht even. Als je op Jezus' komst vertrouwt, dan wordt alles nieuw en nooit meer oud. Ja,
dat vind ik wel een hele mooie. Ja, 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 die komt helemaal uit mijn eigen brein. Heel goed. Maar wel naar aanleiding van de Bijbelgedeelte. Ja, 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 natuurlijk. Ik heb goed geluisterd. Jullie toch ook, hè? Ja. Nou, ik wens jullie dan een heel goed oud en nieuw. Oh ja, en ik wens jullie dat je straks echt alles nieuw zult meemaken als Jezus terugkomt. Heel goed, Uil. Hé, hey, tot ziens, hè. Dag. En niet te veel oliebollen eten, hè? Nee, nee, niet te veel, maar wel een paar. Wel een paar. Ik ga er ook weer eentje eten, ja? Oh, ja. Oké, okay, ik ook, hoor. Een hapje.